Veenendaalse burgemeester bedreigd. Vrouw neergestoken met injectienaald. En met 20 graden kunnen we alweer schaatsen. Goedenavond, dinsdag 27 september. Dit is U Vandaag. Het gaat niet goed met de essen. Helemaal niet zelfs. De helft van de bijna 25.000 bomen in de stad Utrecht is besmet met een schimmel. En tegen die zogeheten essentaksterfte lijkt weinig te doen. We praten erover met boswachter Joris Hellevoort van het Utrechts Landschap. Is dit een natuurramp? Ja, op klein niveau is dit absoluut een ecologische natuurramp. Zometeen meer. En de stamgast vandaag is verkeerspsycholoog Gerard ter Tolen. Gerard, er zijn heel veel initiatieven om ons uit de auto op de fiets te krijgen. Goed idee? Tuurlijk, hartstikke goed idee. Ja, zeker. Nou, jij bent er een voorstander van en zometeen horen we waarom. Eerst het nieuws met Rob. De burgemeester van Veenendaal en een wethouder hebben aangifte gedaan van bedreiging. Wouter Kolf en Ariane Hollander werden via e-mail en sociale media lastiggevallen. Volgens de gemeente gaat het om laster, belediging en bedreiging. De verantwoordelijke zelf ziet dat anders. Als er een verkiezing zou worden uitgeschreven waarbij het college van Veenendaal mag kiezen wie de populairste Veenendaler is, zou Sjoerd Hania op de laatste plaats eindigen. Al maanden bombardeert hij onder andere burgemeester Kolf met venijnige tweets. Hij noemt hem onder andere een NSB'er, een maffiamaatje en opvolger van ex-DDR-communist Erik Honecker. Ik ben van mening dat volop ten aanzien van het sociaal domein waarin wij terecht zijn gekomen, er zulke dingen gebeuren die, waarvan ik vind dat die vergelijkbaar zijn met zoals die in de DDR bekend zijn. En, ja, ik noem dat dan het Stasi-gate-affaire. Volgens Hania wordt de mening van Veenendalers aan de kant geschoven en wordt hun privacy grof geschonden. Ze tellen niet mee op het gemeentehuis, net als in de voormalige DDR en tijdens het naziregime. Kolf gedraagt zich volgens de twitteraar als een dictator. Maar nu er een aangifte ligt, is het toch schrikken voor Hania. Ik heb nooit iemand bedreigd. Daar wil ik direct volledig afstand van nemen. Het is al eerder gebeurd dat de burgemeester naar aanleiding van een tweet de politie op mij afgestuurd heeft. En toen de politie bij me was, ik ben ook letterlijk aan de agent vroeg, heb ik iemand bedreigd? En dat hij uiteraard zei, nee, dat heb je zeker niet gedaan. Maar toch, iemand met Honecker vergelijken en een NSB erbij halen is niet echt heel netjes, vindt Kolf, die niet voor camera wil reageren. Toch zou Hania het zo weer doen als hij de tijd terug kon draaien. Ik bedoel, als iemand op het podium zegt, Joep van het Hek, is het humor. Als iemand van het Algemeen Dagblad, weet Hugo Borst, het zegt, dan is het de journalist. En als het een burger zegt, dan is het bedreiging en smaad kan niet waar zijn. Hania wacht nu af wat er gebeurt. Mocht het tot vervolging komen, dan gaat hij de strijd aan voor de rechter. Tot die tijd gaat hij gewoon door met de beschietingen. Nou, het tweet gaat eruit. Als de politie op bezoek komt, staat de koffie in ieder geval klaar. Ja, maar voor smaad staat wel maximaal een half jaar gevangenisstraf. Dat wordt overigens maar zelden opgelegd. De Utrechtse politie is op zoek naar een man die een vrouw heeft gestoken met een injectiespuit. Het gebeurde vorige week al en is vandaag bekendgemaakt. De 52-jarige slachtoffer parkeerde hier haar scootmobiel bij de Kleine Singel. Toen ze een kwartier later weg wilde rijden, werd ze aangesproken door een man. Die ergerde zich omdat hij door de scootmobiel zijn neergezette rugzak niet kon pakken. Toen het slachtoffer de tas aan de man wilde geven, stak hij met een injectiespuit in haar vinger. Ja, de signalement van die mevrouw die heeft hem best wel goed gezien. Het zou gaan om een meneer met een beetje rossig haar, lang haar. Heel veel sproeten, dat was opvallend. En wat ook opvallend was, was een litteken op zijn lip, aan de rechterbovenzijde van zijn lip. Ja, dat zijn kenmerken die volgens mij toch wel heel erg mensen moeten aanspreken. Hij zou rond de 30 jaar oud zijn. Ja, nog uitgebreider signalement van deze man, ook wat hij bijvoorbeeld aan had, vindt u op onze website. Mensen die langs het spoor in Soest wonen zijn de geluidsoverlast meer dan zat. Tja, natuurlijk zijn ze een beetje herrie wel gewend, maar nu er ook zware dubbeldektreinen langs razen is de maat vol. Ja, als de NS niet wil luisteren, dan moet de gemeente het maar oplossen. Wat een herrie. Erg, hè? En dit 8 keer per uur. In de actiegroep Spoorverdovend Soest proberen buurtbewoners iets te veranderen. Met filmpjes laten ze zien dat de trein te veel lawaai maakt. Als je bezoek hebt, dan zeg je al jongens even stil, want er komt een trein aan. Dan is een gesprek dus echt absoluut niet mogelijk.
dat is gewoon ja, heel, heel jammer. Vooral met deze mooie dagen. In totaal zijn zo'n 75 buurtbewoners boos over het geluid. Want de dubbeldekker maakt meer lawaai dan de sprinters die er eerst reden. Maar een simpel belletje met de NS lost dit probleem niet op. Nee, ze gaan daar niet over het geluid, dus dan moet je bij ProRail zijn. Dus dan werk je door het menu bij ProRail heen en dan krijg je dus, nee, maar we gaan niet over de treinen. Dus nou, dat is het moment dat de stoom uit je oren begint te komen en dan denk je van, we moeten er iets aan gaan doen nu. Sylvia heeft zelfs metingen gedaan. Die komen uit ergens tussen de 80 en 110 decibel. Dat is iets tussen een wekker en een kettingzaag in. Maar de NS en ProRail willen niet voor de camera reageren. Ze zeggen al een tijdje in gesprek te zijn over een oplossing. En ze vinden het niet chic dat bewoners nu naar de media stappen. Maar Soesters zijn vastberaden om dit op te lossen. Ze vragen nu ook hulp aan de gemeente om deze herrie uit hun achtertuin te krijgen. Nou, weg. 20 minuten rust. Ja, dan komt de volgende natuurlijk weer langs. Soest heeft de NS en ProRail al vaker gevraagd om het allemaal op te lossen. Tot nu toe zonder resultaat, maar de gemeente blijft het wel proberen. Bewoners van de wijk Fazantenkamp in Maarsen blijven vechten voor hun speeltuin. De gemeente wilde de schommel en glijbaan weghalen omdat het niet veilig is. Maar na protesten mocht alles blijven staan. Dat had de gemeente tenminste beloofd. Want vanmorgen werd hij alsnog bijna verwijderd. Schandalig. Ik ben ziedend. Bewoners zijn boos en liggen al langer met de gemeente overhoop over het toestel. In augustus werd al een keer de sloop voorkomen door protest van buurtbewoners. Vanmorgen was het dus weer zover. Maar er was al schade toegebracht aan het toestel. De glijpaal was weggehaald, die brandweerpaal. Er spelen hier 10 tot 15 kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 10 jaar oud. Dagelijks. Op deze speeltuin. Waarom haal je dan in godsnaam zo'n toestel weg? De gemeente vindt het oude toestel niet veilig meer voor kinderen om op te spelen. Maar Emmanuel is bang dat er niets voor in de plaats komt. Het toestel moet nog steeds weggehaald worden, zeggen ze. En we moeten dan meer dan een jaar wachten op een nieuw toestel. Dat kan toch niet? Een oude bank, als je die thuis hebt, die ga je toch niet wegdoen en dan zeggen van nou, we kopen volgend jaar wel een nieuwe bank, we gaan wel op de grond zitten. Raadslid Frank van Liemt is ook boos. Volgens hem komt wethouder Van der Horst zijn belofte niet na die hij eerder gedaan heeft. Het speeltoestel zou namelijk pas later worden weggehaald en pas als er een nieuwe beschikbaar was. Ja, echt ongelooflijk. Gisteravond bij de wijktafel beloofde de wethouder wederom aan de inwoners dat hier niets weggehaald zou worden. En zeker niet zonder overleg met de inwoners. En vanochtend, 11 uur later, staat er een aannemer staat dat ding weg te halen. Het is gewoon een grove schande wat de wethouder hier presteert. Het begrijpen we dat de inwoners het vertrouwen in bestuur en politiek aan het verliezen zijn. Wethouder Van der Horst was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Maar de gemeente heeft vandaag wel het een en ander aan het toestel hersteld. Nou, wordt vervolgd dus. Ja, de afgelopen tijd hebben we heel wat warmterecords gebroken. En de herfst lijkt nog ver weg. Maar terwijl de terrassen in onze regio nog vol zitten, zijn ze bij de Vechtse Baan in Utrecht al volop bezig met de winter. Want daar kun je vanaf komend weekend al schaatsen. Terwijl mensen buiten nog volop van het zonnetje genieten, is het schaatsseizoen toch echt bijna begonnen. Althans bij de Vechtse Banen. Daar is Pieter Fokkema al bezig om de ijsbaan voor dit weekend gereed te maken. Iedereen die denkt het is hartstikke warm, het is gek, maar de machines en de ijsbaan zijn er wel opgemaakt dat we met deze temperatuur toch wel ijs kunnen maken. En dat doet Pieter dan ook, laag voor laag. Weinig mensen hebben al zin om de ijzers onder te binden. Gezien het weer zou ik daar nog niet aan denken, nee, op dit moment. Ja, het is hartstikke warm, man. Dat weerhoudt Pieter er echter niet van om gewoon lekker door te sproeien. De koelinstallatie moet weliswaar wat harder werken, maar de kwaliteit van de baan is er niet minder om. Het ziet er mooi hard ijs geworden. Ja, het ziet er goed uit. Dat heeft ook te maken met het water dat de Vechtse Banen gebruikt. Ze pompen het zelf op uit de grond. We hebben nu deze bron een aantal jaren. En het ijs is veel schoner, de schaatsen die blijven langer scherp. En de schaatsen zijn er echt tevreden over. Hey, en wat zien we daar verderop liggen? Is dat nou sneeuw? Nee, dat is geen sneeuw, dat is ijs. En dat wordt van de binnenbaan afgeschraapt en hier neergelegd. Regelmatig komen er geïnteresseerden die verkoeling zoeken. Een dorpsfeest of zo, of iemand die 50 jaar was en we gooien eens een berg sneeuw in een voortuin. Dat soort dingen wordt hier wel eens wat weggehaald, ja.
snel terug naar de ijsbaan, want er moet nog een hoop gebeuren. Zaterdag is het al zover, dan moeten de plassen weg zijn en kan er weer geschaatst worden. Straks krijg je een mooie, glimmende, witte, schitterende baan te zien als die helemaal klaar is. Maar voordat het zover is, moet Pieter nog heel wat keren met zijn sproeiwagen op pad. Ja, heeft u niets te doen. Zaterdagmorgen, 11:15, dan gaat hij open. Schaatsen in Utrecht. Ja, Eva, misschien wel met koek en zoopie. Nou, de pepernoten liggen ook al de winkel, dus het zou zomaar kunnen. Winter komt eraan. We moeten vaker de auto verruilen voor de fiets. Daarvoor pleit onze stamgast Gerard Tertolen. Hij is verkeerspsycholoog. Maar eerst, er waart een ziekte rond. En die heeft het gemunt op de S. Meer dan de helft van die bomen in Utrecht is besmet door een schimmel. Ook wel essentaksterfte genaamd. En boswachter Joris Hellevoort van het Utrechts Landschap is hier. Eerst even over die boom. Neem ons even mee. Jij bent boswachter. Ja. In de passie voor de S. Wat voor bijzondere boom is dit? Ja, dan moet ik jullie eigenlijk meenemen naar landgoed Oostbroek. Vlak hierbij. Daar staat de hoogste S van Nederland. En hij heet ook Fraxinus excelsior. Hoog boven de andere bomen uittorend. Heeft hij ook een naam? Een echte naam? Nou ja, Yggdrasil, dat is eigenlijk de levensboom. En deze is 40 meter en dit is echt een plaatje. Oké, okay, laten we hem Harry noemen. Is die besmet? Ja, ook Harry is besmet. Oh. Ja. Hoe vind je dat? Nou ja, ik weet het al een poosje. In het begin toen ik het hoorde was ik echt wel van slag. Maar nu wen je er wel aan en hij doet het nog goed, Harry. Ja. Oké, okay, nou, de landgoed Oostbroek, dat ligt niet al te ver van Amelis Weert vandaan. Daar was onze verslaggever. Daar zijn ook duizenden bomen getroffen en veel worden er gekapt. Dit is het lot van veel essen in Amelis Weert. Hier worden op dit moment een aantal aangetaste essen geveld. En verwerkt tot stammetjes, die worden weer afgevoerd. Ja. Alleen al in Amelisweert is 90% van de essen ziek. Dat zijn er 3000. Deze ziekte is uiteindelijk dodelijk voor de boom. Op dit moment is er geen genezing bekend. Al duurt het nog jaren voordat alle bomen gekapt worden. Nou, wat we hier zien is een duidelijk beeld van essentaksterfte. Dit is echt de verkleuring van het hout. Het afsterven van het hout is echt een teken van essentaksterfte. Uiteindelijk zien we dus het verkleuren en het bruin worden van het blad. En uiteindelijk, als we wat hoger naar de boom kijken, de totale afsterving. Wat we hier zien is toch de gevolgen van de essentaksterfte. Bomen die helemaal of bijna helemaal afgestorven zijn. En hier toevallig ook een plek waar heel veel essen bij elkaar staan. Wie over de landgoederen wandelt, zal steeds meer bomen tegenkomen met een lik verf. Rode stip betekent dat de boom ziek is en door de boomverzorgers uiteindelijk verwijderd zal worden. Soms bij de grond, soms vanwege hedera-groei op hoge stam in verband met ecologie. In Amelis Weert is de ziekte redelijk dramatisch. Straks is 1/5 van alle bomen ziek of gekapt. Maar ook de stad loopt risico. In de stad heeft het nog niet deze vorm aangenomen. Maar dat heeft ook te maken met het feit van in een bos is een beter klimaat voor deze schimmel om zich te ontwikkelen. Toch geeft de ziekte ook kansen. De gemeente heeft al plannen om nieuwe bomen neer te zetten waar nu gekapt wordt. Een eikelaan, een grasstrook in het midden en iets minder essen en wat meer beuken en andere soorten. Is kappen een must? Kappen is niet altijd een must, maar in een druk park als Amelis Weert kan ik me wel voorstellen dat ze het doen. Want het gevaar is dat het anders op je hoofd valt. Ja, veel paden, heel veel mensen dagelijks, dus daar zou ik zeker ook ingrijpen. Maar niet iedere S hoeft weg. En dan gaat hij dan langzaam dood? Of hoe? Ja, goed, het idee is een beetje dat je probeert, dat je hoopt dat ze ooit nog resistent worden. Dus daar waar ik ze kan laten staan, laat ik ze ook staan. Dat kan gebeuren, dat er één opstaat, één... Er zal er een keer één komen, hoop ik. Oh, okay. En dan gaat het ooit weer goed met de S. We hebben het nu over de regio Utrecht. Je behoort bij het Utrechts Landschap, dat is veel groter. Hoe groot is dit probleem in onze regio? In onze regio is het behoorlijk groot, omdat we vrij veel kleibossen hebben, waar veel essen staan. En we waren ook de laatste provincie waar echt nog grote getalen essenhakhout aanwezig is. En dat is eigenlijk allemaal nu al verloren. Maar gaat de S dan uit het Nederlandse landschap verdwijnen? Nou ja, het is een echt Nederlandse landschapssoort in ieder geval, net als de iep. En die twee horen ook bij elkaar in het ecosysteem. En je ziet, de iep is al heel lang ziek. En nu de S weer. Dus ja, het dreigt toch wel een soort ecologische ramp.
Ja, want dan moet ik even toch even vragen, is het erg dan? Wat gebeurt er dan? Dit is erg, omdat je... Nou ja, bepaalde organismen kunnen daarmee ook uitsterven. Als er iets in een ecosysteem verandert, dan zijn er andere soorten die daarvan afhankelijk zijn. Die moeten of op zoek naar iets anders en als dat niet gaat, sterven die ook uit. Dus het is een soort sneeuwbaleffect krijg je dan. Is het eigenlijk bekend waar het over oorzaak wordt, de ziekte? Is dat, waardoor zijn deze bomen ziek geworden? Nou ja, dat komt waarschijnlijk uit Azië. Het is dus eigenlijk een exoot en is via Oost-Europa, is het West-Europa ingetrokken. En, de ziekte bedoel je? Ja, de ziekte. Ja. Grote vraag is natuurlijk, wat kun je eraan doen? Want is er ook, ze moeten misschien zelf resistent worden, zijn, maar is er ook iets wat wij zouden kunnen doen? Nou ja, er zijn mensen waar ik al mee gesproken heb, die zijn aan het kijken of er al resistente soorten zijn. Er wordt al zaad gewonnen, zeg maar, van bomen waarvan ze denken, nou, deze is er aardig tegen bestand. En dat wordt dan weer opgekweekt. En het idee is ook dat grotere treinbeheerders, zoals wij ook zijn, dan die weer gaan uitplanten. En dan kijken of we er wat mee kunnen. Dus misschien is Harry niet meer te redden, maar zijn nakomelingen wel? Dat hoop ik wel, ja. Oké. Okay. Nou, laten we het hopen. Gelukkig valt er nog genoeg te genieten. En het is ook een goed idee om dan misschien een wat diverser bos aan te leggen. Zoals, onze bossen zijn gelukkig al divers, dus bij ons zul je geen grote kaalkap zien. Maar dat is altijd het devies, zorg voor een diversiteit in je boomsoorten. Ja, ja. Nou, een bruggetje, ook divers verkeer, niet alleen maar auto's, maar ook fietsen. Daarvoor pleit onze stamgast Gerard, jij bent verkeerspsycholoog. Het is misschien ook een beetje voor de hand liggend. Ja, natuurlijk is het gezonder om op de fiets te stappen, maar waarom ben jij er zo'n fan van? Nou, fan van. Tenminste, ik vind het zelf hartstikke leuk, dat sowieso. Maar kijk, wat je dus ziet is dat mensen elke dag in die file staan. Hè? En ja, dat, ze klagen erover, niemand vindt dat leuk. En dan zie je tegelijkertijd cijfers dat een heel groot deel van die filerijders minder dan 7 tot 10 kilometer van hun werk woont. Dan kan je toch minstens af gaan vragen, maar waarom ga je dan niet wat vaker op de fiets? Dan worden de files in principe korter en het is voor jezelf ook nog leuk en gezond. En ja, voor sommige mensen is het ook echt geen optie. Er wordt ook vaak, als ik dit verhaal uitdraag, heel erg negatief benaderd. Zo, dat kan helemaal niet en zo. Nee, nou goed, dan kan het niet. Het gaat echt om de mensen voor wie dit een optie is en voor wie dit echt iets is. En wat wij willen doen, is vooral die mensen een zetje in de goede richting geven. Nou, dat gebeurt zeker, want er zijn behoorlijk fanatieke gemeentes die er alles aan doen om inwoners uit de auto en op de fiets te krijgen. Vooral Amersfoort en Utrecht kunnen er wat van. Fietsen met een camera op je stuur om fietspaden in beeld te brengen. Of een spectaculaire onthulling van een wel heel bijzonder, nooit eerder vertoond. Oh, wacht. Het is een fiets. Een gele bel. Ja, wethouders bedenken allerlei acties om verstokte automobilisten op het zadel te krijgen. Dan kunnen mensen punten verdienen of zelfs geld terugverdienen voor een fiets. Als je meer gaat fietsen, dat is eigenlijk de kern van de zaak. We stimuleren om mensen op de fiets te stappen, ook met name voor de korte afstanden binnen de stad. En niet zonder reden. Fietsen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook om het verkeer beter te laten doorstromen. Daar zijn de wethouders van overtuigd. Ja, en als je mensen een drempel over wil helpen, zul je eerst moeten laten zien, ja, wat is dat, hoe ziet het eruit? Utrecht weert op sommige plekken al auto's. En de wethouder in Amersfoort deelt zijn fietsfilms en gaat ermee voorlopig op de ludieke tour. Ja, vlogger Buitelaar die komt binnenkort naar u toe, ja. En Gerard, jij bent zelf ook betrokken bij dat project waar je bijvoorbeeld kan sparen voor punten. En misschien wel een fiets kan krijgen. Maar toch, als we met z'n allen meer gaan fietsen, je kan je fiets nu al nauwelijks kwijt. Bij het station bijvoorbeeld. Ja, dat klopt hoor. Er zijn natuurlijk heel veel plekken waar dat heel lastig is. En ook waar de fietsers zelf al heel krap op het fietspad zitten. En ik denk dan van ja, dat is dus juist bij uitstek een goed teken in principe. Want dat we allemaal fietsen. En dan moet je dus ook zorgen dat dat verbeterd wordt. En er wordt ook hard aan gewerkt. Er komt bijvoorbeeld een gigantische fietsenstalling bij het station. Die hopelijk deze problemen voor een belangrijk deel gaat oplossen. Maar ja, jij bent verkeerspsycholoog. Hè? Dus jij weet ook heel goed dat mensen dan hun fiets gewoon 's ochtends neerkwakken. En huppatee zo dicht mogelijk bij het station willen zijn. Ja, dat valt erg mee hoor. Daar weet ik niet of dat zo is. Want je ziet wel dat tegenwoordig ook fietsen die verkeerd geparkeerd staan, worden ook snel weggehaald en dergelijke. En het gaat er vooral om natuurlijk, het is gemak. Hè? Kijk, als jij zegt van ik ga op de fiets naar het station en daarna haak ik gelijk door. Dan wil je je fiets inderdaad dicht bij de uitgang kwijt. En dan moet het makkelijk zijn. Je moet weten waar je hem kwijt. Je moet niet een uur gaan lopen zoeken en dergelijke. Want als je dat allemaal niet doet, dan is het neiging groot. Dus je moet dat een beetje goed inrichten. Ja. We gaan even Joris als proefpersoon gebruiken. Mm-hmm. Hoe ben je hier gekomen? Met de auto. Hoeveel kilometer was het, denk je? Soesterberg.
Nou, dan gaan we even terug naar de verkeerspsycholoog. Wat vind jij, Gerard? 15 kilometer ongeveer. Had dit ook op de fiets gekund? Ja, in principe had dat gekund. Maar kijk, het gaat erom dat... Ik vind dat voor een heel belangrijk deel aan de mensen zelf om uit te maken. Of ze dat willen doen en dergelijke. En ze kunnen dan wel een zetje gebruiken. 15 kilometer is de fietsen, maar iedere dag 15 kilometer is een behoorlijk stuk. Maar je moet nog terug ook. Dan zit je aan de 30. Nou, dat is echt een grensgeval, hoor. Wat vind jij realistisch? Want je zei net 17 kilometer. Zeven kilometer vind ik een heel realistisch afstand. En ben jij ervoor te poren met een elektrische fiets eventueel? Ja, ik zou graag op de fiets gaan, absoluut. Maar dan was ik hier waarschijnlijk niet op tijd geweest. Nee, dus dat is ook weer de voordelen van de auto natuurlijk. Ja. Denk jij dat dit project ook effect gaat hebben? Ja, dat weet ik wel zeker. Want we zijn het ook in andere regio's aan het doen. En daar is heel veel belangstelling voor het project. Het gaat dus ook vooral om werkgevers die mee willen gaan werken. En die hun eigen werknemers willen stimuleren om hier aan mee te doen. Nogmaals, het is op basis van je moet zelf willen. Niemand wordt verplicht. Zouden we niet eens kunnen, maar dat willen we ook helemaal niet. Maar overweeg nog eens goed wat je aan het doen bent. En als je dan een extra setje nodig hebt, dan kan dat. Want je kan dus dingen sparen inderdaad. Je kan geld sparen, je kan cadeaus sparen. En zeg jij, het hoeft ook niet, altijd. Je hoeft niet, mag niet nooit meer in de auto. Nee, zeker niet. Nee, als je een aantal dagen per week gaat fietsen of gewoon hebben. Je hebt ook mensen die willen alleen maar fietsen als het mooi weer is. Dus er zit heel veel variatie in. En ik denk dat als we dat met z'n allen proberen, dat we dan een heel stuk verder komen en ook nog een stuk gelukkiger worden, denk ik. Tring naar het volgende onderwerp. Rens Woude heeft een nieuwe burgemeester. Vanmiddag is Petra Doornenbal benoemd. En ze heeft nog nooit ergens anders dan gewoond dan in Lopik. Maar nu zal ze dan toch met haar hele gezin op naar Renswoude moeten. Jazeker, maar voordat dat allemaal zover is, zal de kerstverse burgemeester eerst door de week zijn appartement in Renswoude gaan wonen. Terwijl haar gezin nog even in Lopik blijft. Dit is het huis wat wij gaan verkopen na 16 heerlijke jaren in het Schouwpad in Lopik. Met pijn in het hart verlaat Petra Doornenbal haar Lopik. Als burgemeester van Renswoude laat ze vanaf nu door de week niet alleen haar geboortedorp, maar ook haar man en kinderen achter. Ik laat het met een heel plezierig hart en een heel gerust hart laat ik dat achter. En het zal even wennen zijn, maar de tijd zal het leren. En er staat iets heel moois tegenover. De carrière van Doornenbal is dus voor het hele gezin een verandering. De mannen moeten het huishouden nu alleen runnen. De instructies over de huishoudelijke apparaten zijn inmiddels gegeven. Ja, daar maakt zich al wel je zorgen over natuurlijk. Ja, gaat dit wel goed? Gaat dat wel goed? Ik hoop dat ze regelmatig komt kijken. Ja, ze hebben wel dingen uitgelegd, maar dat gaat wel goed komen. In dit huis heeft het gezin 16 jaar gewoond en nu staat het te koop. Petra Doornenbal gaat vooral de tuin missen. Ja, als je dan zegt, wat is nou je favoriete plekje hier in dit huis? Dan is het eigenlijk dit buiten. Naast het fijne huis met een mooie tuin gaat ze ook de buurt missen. Ze wil eraan werken om een stukje Lopik mee te nemen naar Renswoude. Hier staat de deur altijd open, maar dat zal die daar ook zijn. Want dat is toch een stukje wat wij heel erg koesteren. Goede vriendschappen. Die hebben we hier opgebouwd en die laten we niet zomaar achter. Die nemen we graag mee. Mee naar Renswoude dus. Dat is aan de andere kant van de provincie. Daar heeft de burgemeester een eigen appartement. Regelmatig zal ik hier zijn, want ik zal ook nog wel eens heen en weer pendelen naar Lopik. Maar hier zal ik in ieder geval op de momenten dat het nodig is kunnen verblijven. Vandaag zien haar zoons voor het eerst waar hun moeder door de week gaat wonen. Hoe vind je het? Ja, mooi. Dat vind je het mooi? Ja? Ja. Voor de jongens kwam de nieuwe baan van hun moeder niet als een verrassing. Eerlijk gezegd niet, want ze heeft er altijd wel langer over dat ze ooit nog wel zoiets zou willen doen. En toen zegt ze, jongens, ik ga solliciteren. Dus ja, dat vind ik wel leuk dat het gelukt is. Het hele gezin staat achter haar en dat geeft vertrouwen, maar het blijft natuurlijk spannend. Ik denk dat als ik hier alleen ben, op zijn minst een keertje bel van, hey, hoe gaat het en hoe zit het? En ik zal best ook heel wat heen en weer rijden. Of Marco komt deze kant op. We gaan het zien. Ja, zover is het natuurlijk ook weer niet. En wij wensen er natuurlijk ook heel veel succes. Het weer er nog. Vanavond neemt de bewolking toe en later vannacht gaat het regenen. Het is dan ongeveer een graad of 15. Morgen bewolkt en een buitje. Maar later is er ook wat zon bij 21 graden. Ja, de dagen daarna zijn overwegend bewolkt. Het gaat dan op veel plekken ook regenen. En de temperatuur die gaat ook wat naar beneden. 17 graden. Maar ik zag op zondag al wel weer een zonnetje. De weerfoto die is van Sander uit Vianen. En hij maakte dit mooie plaatje vanmorgen vroeg bij Hagestein. Met de ochtenddauw. Schitterend. Met zo'n western plaatje zo. Zeker met een molen. Uw plaatje mag naar weerfoto@rtvutrecht.nl. En onze gasten waren Joris Hellevoort en Gerard Tertolen. We hadden het over de essentaksterfte. Als het maar goed komt met Harry. En...
We hadden het over van de auto, huppakeer op de fiets. Dank voor jullie komst. Tot zover deze uur vandaag. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen dan zijn we er weer. Nog een hele fijne avond. Dag. Dag.